bij de nieuws- en actualiteitenrubriek van TV Limburg. Dit is In Limburg. Nou, dames en heren, goedenavond. Het is vandaag dinsdag de 9e oktober. En wij hebben voor u vanavond de volgende onderwerpen. Maastricht, begin volgend jaar opnieuw gastheer van 3 grote gastronomische evenementen. De tabakzaak die de meeste winnende staatsloten verkoopt. En 2 Limburgse dames maken kans op de rol van Evita. Maastricht heeft een naam hoog te houden als het gaat om goed eten en drinken. Volgend jaar worden er dan ook maar liefst 3 horecavakbeurzen georganiseerd in onze provinciehoofdstad. De BBB, de European Fine Food Fair, de EFFF en het nog nieuwe evenement Puur. De beurzen in het MEC worden steeds kleinschaliger en gespecialiseerder. Mensen willen informatie die ze kunnen begrijpen en die in hapklare brokken wordt geserveerd. En dat is ook te merken aan de culinaire beurzen BBB, de European Fine Food Fair en Puur, die eind volgend jaar in het MEC worden georganiseerd. Dat klopt. Zullen we eerst naar de BBB kijken? De BBB was eerst een beurs waarbij je eigenlijk een totaalbeeld zag van de hele horeca. Dus zowel van frituur tot toprestaurant. We hebben daar 15 jaar geleden het topgedeelte uitgehaald en dat hebben we naar de European Fine Food Fair gebracht. En je zult zien in de komende jaren dat we eigenlijk naar steeds meer nieuwe evenementen gaan. Waarbij je 1 evenement krijgt alleen voor de snackbarhouder, 1 evenement krijgt alleen voor het café-barbedrijf, 1 evenement voor de discotheken. En zo kun je doorgaan tot zelfs een evenement alleen voor campings en bed and breakfast en dergelijke. Dus ja, dat zal de toekomst zijn. Nieuw is de Week van de Gastronomie, die gedurende de beurzen in Maastricht wordt opgezet. En die de stad binnen enkele jaren moet doen uitgroeien tot culinaire hoofdstad van Noord-Europa. Nou, culinaire hoofdstad van Europa is dat je kijkt naar het aantal sterren. En dan pak ik even Maastricht een beetje ruimer, hè, de Heuvelland erbij. Dan hebben wij al het meeste sterrenrestaurants van heel Europa gemeten op het aantal inwoners. Nou, dat is natuurlijk een topprestatie. Ik bedoel, Parijs heeft natuurlijk veel meer sterrenzaken, maar is ook veel, veel groter. Wij hebben maar een beperkt aantal inwoners, maar toch heel veel sterrenzaken. Nou, en dat is iets wat we verder uit willen bij gaan breiden. En dat gaan we samen met de stad doen om vooral het TEFAF-gevoel te krijgen, om zo maar even te zeggen, wat dan ook in de stad en in de regio leeft. Dat willen we ook in die laatste week van januari doen op het gebied van eten en drinken. Tijdens de horecabeurs BBB zijn er natuurlijk workshops en masterclasses, vaak gegeven door topkoks, kookwedstrijden en er worden primeurs gepresenteerd. Maar ook de laatste trends komen aan bod. De highlights dit jaar van de BBB worden een heel verhaal over het eten buiten, het leven buiten. Het gevoel wat je nu ook al in de tuin krijgt bij mensen thuis. Je terras wordt een gedeelte van de woonkamer. Dat wordt nu ook. Het terras wordt een gedeelte van het restaurant of van het café. Aan de andere kant gaan we heel veel nadruk leggen op interieur en design. Dus we gaan kijken naar wat zijn de nieuwste trends op het gebied van interieurgebied. En als laatste is eigenlijk we noemen het even de multiculturele keuken, om zo maar even te zeggen. Daarbij moet je niet alleen denken aan de buitenlandse keukens, maar ook het traditionele Nederlandse product. Dus aan de ene kant heb je halal producten en aan de andere kant krijg je de oer-Hollandse jenever.